Zo had ik vermorst dat echt nog nooit gezien. Hij zat er helemaal doorheen. Ze kon hem niet achterlaten, toch? Straks zou hij doodvriezen en hebben wij het weer gedaan. Nou, als u van plan bent om nog lang buiten te blijven, dan kunt u misschien beter een jasje aandoen. Ja, het is echt super koud. Misschien kunnen we hem beter even alleen laten. Ze gaat van me scheiden. Ze houdt niet meer van me. Wij zijn nu bijna 4 jaar getrouwd en ik wist dat er iets niet goed zat. Maar nu heeft ze dus een ander. Wat moet ik doen? Ik hou nog wel van haar, maar ik kan haar niet dwingen om nog van mij te houden. Anna is lief, maar daar denken jullie waarschijnlijk anders over. Ik heb haar niet verteld dat ik officieel nog gewoon getrouwd ben. Dat had ik wel moeten doen. Terwijl ze me heel veel plezier en vreugde heeft gegeven. En met dat daten ga ik stoppen. Dat doe ik alleen maar omdat Sanne dat ook doet. Ik wil haar terug. Maar ja, dat gaat dus niet gebeuren. En ondertussen kwets ik anderen. Oké, dit zagen we dus echt niet aankomen. Ik vond het heel zielig, maar ook heel erg ongemakkelijk. Ik bedoel, morgen zit ik weer bij hem in de klas. Nou, dat was het dan. Dag jongelui. Arme meneer Van Morselt. Ik had het gesprek met Van Morselt opgenomen, alleen maar om te kunnen bewijzen dat ze het probeerde goed te maken. Maar dat gaf ons dus opeens wel mogelijkheden. Weet je nog zeker of het echt een goed idee is? Was ik vorige keer niet duidelijk? Nee, maar we zijn niet te laat. Ja, maar druk. Maar we moeten u spreken. Nou, Van Morselt. Ik denk dat meneer Van Morselt en ik wel zijn uitgesproken. En ik denk dat jullie je beter met je eigen zaken kunnen bemoeien. Oké? Ja, daar geef ik geen ongelijk in. Als we dat vanaf het begin hadden gedaan, dan zaten we waarschijnlijk nooit in deze situatie. Nou, dat weet ik niet hoor. Ik bedoel, als jullie niks hadden gezegd, dan was meneer Van Morselt waarschijnlijk nog steeds tegen me aan het liegen. Was ik er waarschijnlijk pas veel later achter gekomen. Dus eigenlijk zou ik jullie moeten bedanken. Oh, maar dan kunt u ons wel bedanken door naar ons te luisteren. Of nou ja, naar Van Morselt luisteren. Nou, 2 minuten. Stop geweest. Anna is lief, maar daar denken jullie waarschijnlijk anders over. Ik heb haar niet verteld dat ik officieel nog gewoon getrouwd ben. Dat had ik wel moeten doen. Ik had het opgenomen met mijn telefoon. Was dat geniaal? Of was dat geniaal? Anna smolt gewoon waar we bij stonden. Meneer Van Morselt was er echt helemaal doorheen. En ik denk dat hij het wel fijn zou vinden als hij weet dat u hem vergeeft. Ik denk dat jullie gelijk hebben. Bart, hey. Kan je even praten? Dat was op zich wel positief. Dat Anna gewoon met Van Morselt praatte. En niet weer aan het schreeuwen was. Ik denk dat die geitjes ons ondertussen wel kennen hoor. We zijn hier zo vaak. Ik ga ze wel missen. Aangezien we Anna waarschijnlijk niet meer gaan bezoeken. Denk je dat het nog goed gaat komen tussen Anna en Van Morselt? Oh, daar gaan we nu achterkomen, denk ik. Oké. Ja. Ik dacht eigenlijk dat jullie nu wel zo'n beetje vertrokken zouden zijn. Nou, we hadden nog even gewacht. Oh. We hebben het bijgelegd. Dus jullie zijn weer samen? Nee, dat niet. Nee, meneer Van Morselt gaat zijn huwelijk proberen te redden. Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom je gaat trouwen en zegt dat het er altijd is. En dan is dat niet zo. Waarom beloof je het dan? Dat is toch raar? Ik moet wel aan het werk. Oké, dames? Ja. Als Van Morselt het weer goed gaat maken met de wilde, denk je dan niet dat ze onze ouders gaan bellen? Ja, ik hoop het niet. Maar als de wilde Van Morselt niet terug wil, zal ze waarschijnlijk extra boos zijn.